je een perfecte feminist zijn om een verschil te mogen maken. Nee. Het gaat over de tepel, denk ik. Ik word zelfs lichtelijk kwaad van deze vraag. Girl power t-shirt. Ik vind het soms zo frustrerend dat wij er dan voor moeten zorgen dat we niet nageroepen of uitgelachen worden. Wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag niet alleen. Ik heb een geweldige gast naast me zitten in deze nog niet echt aangeklede studio. Namelijk Carmen. Wij gaan het hebben over feminisme en een heleboel vragen beantwoorden die jullie ons hebben ingestuurd via Insta. Maar misschien wil jij even vertellen wie je bent. Ik ben Carmen Felix, 32 jaar. Ik ben freelance schrijver, eigenlijk journalist. Ik schrijf voor heel veel bladen op dit moment. Ik ken me misschien van De Gariool, dat is een website die ik op heb gericht met wat vrienden. En ik vind me vooral in het vrouwen grappig, dat circuit. Slimme vrouwen met humor. Onder andere voor Linda Meijden. Ja, ontzettend leuk. Daar maak jij pagina's over media en schrijf je interviews en dat soort toffe dingen. Ja. En volgens mij wordt het alleen nog maar meer en alleen maar leuker. Dus wij dachten, wij nemen dit feministische topic even op ons. Vraag 1. Ik vind dat een beetje outdated nu. Dan denk ik van waarom voel je daar nog door aangevallen als iemand zegt dat hij een feminist is? Ja, snap ik ook echt niet. En ik denk dat je een beetje per situatie moet bekijken of je echt zin hebt om in discussie met iemand te gaan. Of dat iemand iets puur zegt om jou uit de tent te lokken. Wat heel vaak gebeurt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je er al heel snel, heel fel ingaat. Mm-hmm. Terwijl het beste is natuurlijk, dit is ook advies aan mezelf, dat je dan een beetje rustig blijft en zegt, nou, als jij er zoveel problemen mee hebt, is het blijkbaar nog nodig dat mensen het zeggen en dat mensen het feminisme steunen. Dat vind ik een goede opmerking, ja. Inderdaad, als het voor jou zo offensive is dat ik me zo noem, blijkbaar heeft het dan nog een reden. Ik snap wel dat je op een gegeven moment moe bent van een topic. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het niet meer relevant is. En cijfers zeggen gewoon heel veel. We hadden het er net nog over dat bijvoorbeeld in de top 200 bedrijven van in Nederland maar bij 13 genoeg vrouwen aan de top staan. En je leest ook dat meer dan de helft van de vrouwen ooit met seksuele intimidatie of seksueel geweld te maken krijgt. En daarvan is dan weer 95% door mannen gepleegd. En dat zijn gewoon van die aantallen die zo obvious zijn. Ja, het is ook heel makkelijk. Ik denk dan ook meteen aan #MeToo. Dat er heel snel wordt geroepen van, oh ja, ik ben het zat. Er wordt te veel over gepraat. Er verschijnen te veel opiniestukken over. Dan denk ik, ja, dat heeft een reden. Het is blijkbaar nog steeds een ding. En er zijn mensen, in dit geval dus vrouwen, die benadeeld worden door bedrijven, door collega's, door mannen op straat, door redacties van tv-programma's waar nooit vrouwen worden uitgenodigd aan tafel. Dus dan is het gewoon nodig om erover te praten. En op een gegeven moment hoeven we er misschien minder over te praten of verschuift die discussie weer. Maar ik ben juist blij dat het eindelijk zo mainstream wordt dat iedereen wel ongeveer weet wat een feminist is en niet is en waarom je dat zou moeten zijn. Ik snap wel, want ik merk wel dat er iets van dit jaar of vorig jaar 2018 is waar je misschien een beetje moe van kan worden, dat er ook een soort van gevoel is ontstaan dat mensen, bedrijven, merken, denken dat je feminisme ook kunt monetizen. Dat er heel veel t-shirtjes en girl power t-shirts en leuke quotes op pennenbakjes. En dan denk ik van nu snap ik wel waarom mensen soms denken van, en er wordt allemaal in Bangladesh gemaakt. Ja, ja, precies. Leuk dat inderdaad een vrouw van 13 dat daar aan het maken is in de worst conditions ever. Dan kun je inderdaad een t-shirtje kopen met The Future is Female. En is dat dan echt feminisme omdat ik dat nu ga dragen? Of? Ja, precies. Dus ik snap ook wel dat dat een overkill is. Maar het is heel moeilijk om overal goed en perfect in te zijn. Ja, want dat is ook wel, vind ik zelf ook wel een lastige van, je wil een verschil maken, je wil je uitspreken, je wil misschien een voorbeeld zijn of mensen een beetje wakker maken. Maar betekent het dan ook dat je perfect moet zijn in zoiets? Moet je een perfecte feminist zijn om een verschil te mogen maken? Nee, ik denk niet. Ik denk dat het al heel wat is als mensen
misschien inderdaad met zo'n shirtje rondlopen. Als een meisje van 13 uit Zaandam met dat shirtje rondloopt en haar vriendinnen op de middelbare school, die gaan daardoor nadenken van, oh ja, inderdaad, prima. Mm-hmm. Dat vind ik dan al ja, bad. Waar wij het ook wel over hebben gehad, dat het grootste verschil natuurlijk tussen deze golf en eerdere golven is het begrip dat je intersectional feminism noemt. Waarbij je niet alleen kijkt naar vrouwen die op jezelf lijken of die de norm waren, namelijk blanke, hetero, middenklasse vrouwen, maar dat alle vrouwen en ook transgender vrouwen en ook arme vrouwen en ook vrouwen met een ander lichaamstype of vrouwen die disabled zijn of... Absoluut. En dat is heel makkelijk gezegd, maar dat je dat dan ook echt doet. Als ik nu inderdaad kijk naar redacties die het over International Women's Day gaan hebben, dan zit er wel vaak één soort feminist daar aan tafel en die is dan toevallig wel wit en blond. Net als jij, Nee, maar dat is wel zo. Ja, en dat is dan denk ik van ja, maar er zijn ook transgenders die zijn vrouwen en er zijn zwarte vrouwen, er zijn moslimvrouwen en dat, die hebben weer een heel ander beeld van wat voor hen emancipatie is en gelijkheid tussen man en vrouw. En dat moet je ook echt aan het woord laten, vind ik. En het is echt wel lastig om alles maar voorbij te laten komen. Ik zie heel veel redacties in Nederland al meteen zuchten als we het dan horen. Ja. Maar het moet wel, streef daarnaar. Ja, vond ik best een moeilijke vraag. Want je gaat toch snel, je leest veel. Voor mij begint het denk ik daar wel mee dat ik bijvoorbeeld de media die ik dagelijks consumeer, dus Instagram accounts, websites die ik volg, dat ik daar al een duidelijke shift in heb gemaakt in meiden die bijvoorbeeld niet echt staan voor waar ik voor sta of waar ik niet op die manier inspiratie uit haal, die volg ik niet echt meer. En kanalen zoals Feminist en websites als Jezebel of Teen Vogue, die lees ik elke dag, of Refinery29 ook wel. En daar haal ik heel veel nieuwe begrippen, nieuwe kennis, leuke, toffe vrouwen, goede invalshoeken uit. Dus zo bepaal ik wel elke dag een beetje mijn eigen kader. En verder ben ik zelf ook wel elke dag met Linda Meijden of mijn eigen kanaal bezig om bijvoorbeeld toffe jonge vrouwen te supporten die een bepaald duurzaam merk hebben of die een interessant verhaal hebben dat andere vrouwen moeten horen. Dus in die zin ben ik daar wel dagelijks mee bezig. Dat is best wel veel. Ja, lukt zo hoor. En als ik denk aan mezelf. Perfect Feminist Checklist. Ja, ik ben heel erg bezig met mijn eigen werk en mezelf promoten. Dat is ook ja, ik ook, natuurlijk. Feminisme ja. Misschien. En wat jij net zegt, het is ook dat je op Instagram. Ja, Instagram is natuurlijk een heel groot deel van ons leven. Ja. Dat is ook een ding wat ik nu probeer te doen, dat ik minder vrouwen volg aan wie ik me lichtelijk erger. Als je feminist bent of je hart wil maken voor andere vrouwen, betekent het dan dat je alle vrouwen aardig moet vinden of nooit meer iets mag vinden van een andere vrouw? Het zou heel lastig zijn als dat zo is. Je hebt er gewoon, net zoals dat je sommige mannen niet mag, mag je ook sommige vrouwen gewoon niet. Ja. Het gaat over de tepel, denk ik, op Instagram. Ja, maar ook ongesteldheid die verwijderd wordt van Instagram. Oh, die worden ook verwijderd. Ja. Het ding is bij Instagram volgens mij, want ik heb ook wel eens, dat was niet een foto van mij volgens mij, maar dan was daar wel een tepel op te zien, mijn tepel, maar... en dan, ik heb het gevoel dat mensen dat zelf flaggen. Dus ja, niet Instagram. Andere mensen. Het zijn gewoon je volgers. Maar zodra één iemand dat flag komt het sowieso al in een commissie terecht. En dan is de standaard eigenlijk altijd een vrouwenborst mag niet. Ook niet in het geval van bijvoorbeeld borstkanker of borstvoeding of kunst. Ja. En een mannenborst wel. En dat is natuurlijk echt debiel, vind ik. Daar... Het moet dan op zijn minst gelijk zijn of alle tepels of ook geen mannentepels. Ja, en het geeft het vrouwenlichaam ook meteen zo'n stempel seks. Ja. Alsof je niet meer bent dan een seksobject. Ik bedoel, hallo, ja, maar... Bij meisjes heb je dat als 12-jarige meisje in een rokje. Als je dan op straat loopt, dan zijn er al oudere mannen die dan... Ja. Dus die dan al naar je kijken, alsof je een soort van... Ja, up for grabs bent. Sekspop-lust-ding bent. Dan denk ik van, ja, dat is gewoon... Oh, ik wil helemaal niet... Nee. Dat ik een dochter krijg die datzelfde gaat meemaken. Nee, gadverdamme. En in die zin vind ik ook wel, maakt het me soms ook best wel boos dat ik denk,
dit is niet een female issue, dit is een menselijk probleem. Mannen moeten hier ook hun aandeel in beseffen en pakken, weet je wel. Ik vind het soms zo frustrerend dat wij er dan voor moeten zorgen dat we niet nageroepen of aangevallen of lastiggevallen of, weet je wel, uitgelachen worden. Je hoort heel erg van die jongens die zichzelf dan de good guy vinden omdat zij nooit meisjes naar hun kut grijpen en tijdens het uitgaan. Denk van ja, maar je stond er wel naast terwijl je vriend het deed. En je lachte erom. Je lachte omdat erom. Omdat dat meisje dronken was. Je dronk rustig van je biertje verder. En waarom zei je dan niks? Waarom trapte je vriend niet toen hij dat deed? Waarom laat je het toe? Waarom zeg je er niks van? Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik ook niet. Ik word zelfs lichtelijk kwaad van deze vraag. Sorry, degene die hem heeft ingestuurd. Ik vind het ook heel erg lastig, want dat zeggen mensen wel eens als je je ergens kwaad over maakt. Van, laat het toch gaan, dan gaat het vanzelf weg. Maar dat is niet zo. Het gaat niet vanzelf weg. Als ik heel eerlijk ben, is het nu, mannen staan hier op heel veel vlakken. Carrière, gewoon in de maatschappij, whatever. En vrouwen hier, seksueel, financieel. En dan moet het maar altijd zo blijven. Of mogen we ook hier komen te staan? En ik weet niet of het dezelfde vraag was die nu iets anders is geformuleerd. Maar dit kan je dan ook betrekken op waarom is er geen International Men's Day? En dan denk ik van ja, omdat we dus hier zo staan. En als er ook nog een Internationale Mannendag komt, dan gaan we dus zo omhoog in plaats van zo omhoog. En de bedoeling, het idee van feminisme is dat je gelijk wordt en niet zo blijft. Dus dat is... Ja. En het is ook niet zo dat vrouwen opeens hier willen staan, dat mannen hier, men are trash of whatever, maar gewoon dat het een keer gelijk wordt. Dat is niet zoveel gevraagd. Nee, lijkt me ook niet. En wat ik daar ook interessant aan vind is dat we niet doen alsof er geen verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Het gaat er eigenlijk om dat je vrouwen of vrouwelijke eigenschappen, die ook in mannen kunnen zitten, of vrouwelijke kwaliteiten zoals gevoeligheid of emotie of dingen die als aan vrouwen worden toegeschreven, dat we die op een gelijke manier gaan waarderen. Ja. Dus het zegt helemaal niet dat je als mensen of als mannen en vrouwen hetzelfde moet worden. Het gaat er gewoon om dat wij als vrouwen of vrouwelijke waarden die wij hebben, dat we gelijk gewaardeerd willen worden. En dat is toch echt iets anders dan dat je hetzelfde bent. Dus die aandacht is goed. Bijvoorbeeld nu heb ik een nieuwe klus. Daarbij heb ik dan twee mannelijke collega's die ongeveer precies hetzelfde gaan doen. En het eerste wat ik dan denk van shit, ik ga een van die collega's nu een privébericht sturen en zeggen hoeveel verdien jij? Want ik weiger gewoon dat hij meer krijgt voor dezelfde klus. En ik weet dat het gewoon heel logisch gaat zijn als het wel zo, als ik achterkom dat hij inderdaad meer geld krijgt voor hetzelfde werk. Want dat is hoe het altijd gaat. Mm-hmm. Dus ik wil niet heel zielig klinken, maar ik heb het meerdere keren meegemaakt. Vind ik echt wel dapper dat je dat doet hoor. Goed. Mijn benen laten lezen. Oh ja, ben ik ook nog mee bezig. Oh ja. Ik heb best wel vaak vrouwen uitgelachen of veroordeeld om iets wat ze deden. Bekende vrouwen, onbekende vrouwen. En dan denk ik, hoe ouder je wordt, denk ik van, oh ja, shit. Waarom eigenlijk? Ja. Kijk maar naar hoe Beyoncé en Destiny's Child, dat zij vroeger een liedje hadden met Nasty Girl. Dat was een liedje over een meisje dat korte kleding droeg en veel over straat heen en weer. En dan, dat was dan Nasty Girl. Of Nasty Put Some Clothes On. En ik vind, dat zong ik dan uit volle borst mee. Ja. En ik heb vast ook wel eens meisjes dan fel aangekeken omdat ze een kort topje aan hadden. Terwijl ik dan nu denk van, oh ja, more power to them. Laat die tieten lekker bouncen en loop lekker over straat, echt. Dus ja, dat zijn wel onfeministische dingen die ik heb gedaan. Ja. Genoeg. Ja. En wat ik ook wel, waar je ook ikzelf wel tegenaan loop, is dat je toch bepaalde genderrollen soms ook leuk vindt of fijn vindt of opwindend vindt of whatever. Of dat je het leuk vindt dat je vriend je bijvoorbeeld mee uit eten neemt als verrassing of de deur voor je openhoudt. Dat je soms juist ook, ook wel kan genieten van een stereotype. Ik vind het ook leuk als het andersom is, maar ik denk niet dat dat erg is. Je mept ze in hun gezicht met je girl power etuietje en je loopt weer door.
Ja, wat doe je? Ik denk dat ik ga nu heel erg generaliseren en deze oudere mensen babyboomers noemen. En als ik denk aan babyboomers, en dat zijn ook onze ouders. Wij hebben ook allebei wel eens discussies gehad met onze ouders toch over... Ja, over dat jij vindt dat je iets niet zo kan zeggen en dat zij dat echt anders zien. Heartbeat, dat soort. Je gaat er nog altijd wel in discussie. In het ideale geval moet je in gesprek blijven, maar ik kan me echt goed voorstellen dat je het op een duur gewoon niet meer wil. En dat je dan net zoiets hebt van ja, ik sta hier tegen een muur te praten. En Gert en Hermien van 58, die willen mij die willen helemaal niet horen wat ik te zeggen heb. Dus dan kan ik wel met allerlei goede argumenten komen. Maar dan zeggen zij toch gewoon weer dat ik een aanstellerige millennial ben of zo. Die te veel tijd heeft. En zich daarom nu met hashtags. Ultieme dooddoeners. Ja, bezig houdt. Van alles vind ik hierover en jij volgens mij ook. Ik vind sowieso de term influencer, dat iemand een influencer wordt genoemd of veel volgers heeft, maakt iemand voor mij nog niet per se een persoon met invloed. Dus als iemand 300.000 volgers heeft en vooral unboxings doet, is natuurlijk prima voor hun, maar maakt voor mij niet iemand een influencer of een opiniebepaler. Dus ik vind ook niet dat je die enorme verantwoordelijkheid om feminisme in leven te houden bij die mensen die een hobby hebben, neer kan leggen. Ja, ik vind het influencer, het hele wereldje is natuurlijk ook gewoon gebaseerd op merken en merken die met je samen willen werken. Er zijn ook genoeg influencers die echt een bepaald talent hebben, heel goed kunnen schrijven, heel goed video's kunnen maken, goed kunnen zingen, acteren. Maar er zijn ook gewoon mensen die daadwerkelijk brood verdienen, wat helemaal prima is, en ik ben er soms zelfs jaloers op, met pakketjes ontvangen en aan laten zien wat dat dan is. En moet je dan echt allerlei dingen van dat soort mensen verwachten? Of is het gewoon prima dat ze hun ding doen? Ja, je kunt er ook gewoon niet naar kijken. Dat Het mag toch ook iemands eigen verantwoordelijkheid zijn of je zin hebt om je aan een sociaal issue te binden. Wel kwaad worden op mensen die uitgesproken seksisten of racisten of vrouwenhaters, dus whatever zijn. Dat mag wel. Daar gooien we die woede heen. Ja. Ik zou heel erg genieten van de periode dat ik geen baan heb. Heerlijk. Heerlijk. Nee, maar waarom zou iedereen carrière moeten maken? Of waarom zou iedereen 100.000% gemotiveerd moeten zijn om zijn droombaan te vinden? En ik vind dat altijd, het kan helemaal niet. Dus, ja, en als jij blij bent met thuiszitten en voor je baby zorgen, dan is dat toch heerlijk. Ja, wat ik ook wel interessant vind daaraan is een begrip dat heet choice feminism. Is ook wel interessant om een keer op te zoeken misschien. Dat feminisme wordt soms een soort van omschreven als het betekent dat iedereen zijn eigen keuzes mag maken. Maar dan ga je wel snel een beetje voorbij aan het feit dat niet iedereen dezelfde keuzes kan maken. Nee. Het is natuurlijk, je moet dan wel een financieel vangnet hebben of veel gespaard hebben of een partner hebben die veel verdient. Je moet in een veilige plek wonen, et cetera. Jouw omstandigheden zijn dan wel een soort van ideaal. En dat is natuurlijk voor lang niet alle vrouwen hetzelfde. Ja, dit is dus ook precies waar het over gaat bij het intersectioneel feminisme. Dat je inderdaad wel van uitgegaan van, oh ja, twee leuke, goed verdienende media meiden die besluiten feminist te zijn. Ja. Dat is heel anders dan wanneer iemand uit een achterwijk in Chicago zegt van, hey, luister, ik wil dit en dit niet meer. Dat zijn gewoon hele andere pijlers die een feminist daar heeft dan wij. Weet je kan niet een soort van algemene mantel van feminisme over iedereen heen leggen, want het is voor iedereen anders. Ik heb als eerste gevoel heb ik bij een quota, dat ik denk van, het is natuurlijk niet heel erg liberaal om met een quota te werken. En het is niet cool en het heeft altijd iets van, oh ja, een soort van... Zielig, we hebben een token girl of een token allochtoon, we hebben iets nodig op deze werkplek. En zolang iedereen elkaar binnen blijft halen en dat hele ding van een homogene werkomgeving in stand blijven houden, dan veranderen die plekken niet. Dus blijkbaar is zo'n quotum gewoon nodig. Ja, als het gewoon te langzaam gaat en er gewoon in zoveel jaren niks gebeurt,
nou ja, niet niks, maar dan is het gewoon tijd om de boel een beetje te pushen. Dat vind ik alleen maar goed en ik ben heel benieuwd om te kijken wat er gebeurt als er meer vrouwelijke leiders zijn. Het lijkt mij namelijk dat ook bedrijfsculturen daar empathischer van worden. Het lijkt mij supergoed als er meer vrouwen op topposities zitten en in de politiek. Dus ik zou echt zeggen, schroef dat nummer maar omhoog. Ik vond het heel leuk om hier even over te praten. Helemaal verhit. Ja. Nee, leuke vragen ook. Hele leuke en slimme vragen ook. Ik was heel benieuwd ook of er iemand iets zou vragen of... Ja, het is toch een onderwerp waarvan ik weet dat het leeft, ook bij jullie, maar waar dan soms veel minder op gereageerd wordt. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd of deze video, of mensen daarnaar gaan kijken of toch liever een shoplog kijken, weet je wel. Dat is wel de realiteit. Ja, 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 maar ja. Ik vind het heel fijn om zo even over te kletsen, want veel dingen doe je toch in je eentje. Je luistert naar een podcast of je kijkt een serie of je leest over feminisme of over bepaalde rolmodellen, maar je hebt er niet per se heel veel over van, goh, wat doe jij dagelijks of wat is het meest onfeministische wat je hebt gedaan? Ik heb dat nog nooit met iemand besproken. Nee. Het is gewoon goed om daarbij stil te staan, denk ja, ik. Is leuk. En daar af en toe eens over te praten. En misschien komen er wel weer meer vragen naar aanleiding van ik deze ik ben heel video. Benieuwd. Laat het even weten in de comments als er nog iets is waar je wil dat wij het over hebben. Of iets wat jou totaal onduidelijk is of waar je het helemaal niet mee eens bent. Als je het leuk vindt om iets te delen over jouw eigen visie op feminisme. Of iets wat jij dagelijks in de praktijk brengt. Of waar je over twijfelt of whatever. Vertel het ons zeker, want het is leuk om hier echt over in gesprek te gaan. En ik hoop dat je iets van deze video hebt opgestoken en het anders gewoon leuk vond om ons een beetje te horen schelden en kletsen. Dankjewel voor het kijken en wie weet tot in de volgende video samen. Doei! Doei!